De inspectie van de rivierdijken en Arnhem-Zuid valt onder waterschap Rivierenland. En daarom behandelen we dit. En heb ik gebeld met Lotte Katté, woordvoerder. Dag Lotte. Dag, hallo, goedemiddag. Ja, waarom worden de dijken geïnspecteerd? Nou, dat doen we eigenlijk een paar keer in het jaar. Dat is eigenlijk om te inspecteren of de dijken nog goed zijn of dat er schade zijn die we eventueel moeten herstellen. Dus het zijn eigenlijk reguliere, regelmatige inspecties om te kijken of de dijken gewoon nog sterk zijn. Welke maanden doen jullie dat precies? Vanaf het najaar, vanaf oktober, november tot en met maart is, zoals wij dat noemen, een hoogwaterseizoen. Dan kan er dus veel water vanuit Duitsland onze kant op komen. Na dat seizoen gaan we de dijken extra controleren of er bijvoorbeeld schade zijn. Doordat er bijvoorbeeld water of vuil tegen de dijk is aangekomen. En of we dat eventueel zouden moeten herstellen. Nou, wat je ziet is eigenlijk doordat de afgelopen tijd is er natuurlijk veel regen gevallen. Zie je is dat die dijken weer helemaal hersteld zijn. Eigenlijk vindt een dijk vindt het lekker om af en toe gewoon druilerig, nat Nederlands regenweer te hebben. En dat heeft de afgelopen maanden is er relatief veel regen gevallen op die dijken. En zie je dat die dijken zich weer goed herstellen. Maar wat gebeurt er bij zo'n inspectie? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, nou wat je ziet is, je hebt verschillende manieren. Maar eigenlijk wordt er echt per voet wordt er gekeken. Dus per voet lopen mijn collega's de dijken langs. En ze kijken dus echt gewoon, ze gaan dus eigenlijk in de kruin van de dijk zitten. En ze gaan bovenop de dijk staan en lopen dan eigenlijk gewoon langs die dijk. En kijken dus of er schade zijn. Dus dat is echt wel, het is een arbeidsintensief werkje. Het is niet zo dat je er even met een auto langs scheurt en dan eventjes met een schuine oog naar kijkt. Nee, er wordt echt even goed gekeken. Onder andere door ook echt gewoon langs de dijk zelf te lopen. Het gaat eigenlijk om bijvoorbeeld een boomstam die tegen een dijk aan is gekomen. Bijvoorbeeld omdat die meegevoerd is vanuit Duitsland. En die boomstam die is tegen een dijk aan gekomen. Nou, dat kan zijn dat die dus een deel van de grasmat beschadigt. Nou, die wil je gewoon herstellen, want je wilt een stevige grasmat hebben. Want dan is de dijk gewoon het stevig. Nou, dit zijn eigenlijk kleine schades die wij dan controleren en dan weer herstellen. En hoeveel kilometer dijk wordt er gecontroleerd? In totaal 550 kilometer dijk. De waterschap Rivierenland, dat zegt het al, is echt een dijkenwaterschap. Dus we hebben heel wat kilometer dijk te controleren. Nou, in ieder geval tot zover de inspectie die jaarlijks plaatsvindt direct na het hoogwaterseizoen. Dat zal dan de maanden februari, maart zijn. Ik dank jou, Lotte Katté, woordvoerder van het waterschap Rivierenland, voor je bijdrage aan het programma.